tegen hem praten. Zeg van, ik wil dat jij deze kant op gaat. En hij zegt het weer tegen de stijger. En de stijger zegt, oké, we gaan dat doen. Ja, ik ben Brian Salome. We zijn hier in IJzendijk om de autonome trekker in bedrijf te stellen. We staan hier op een perceel graszaad, tweejarig graszaad van 11 hectare, die we met de autonome trekker gaan frezen. Dus gaan we nu ondiep een beetje inwerken, zeg maar, om dan over een paar weken of volgende week een keer een diepere grondbewerking te doen. En dan kunnen we daarna ruggetjes gaan frezen om daar de uien weer in te kunnen telen voor volgend seizoen. We gaan nu eens kijken wat we met deze trekker kunnen en of dat ons bevalt. De reden waarom ik de startknop ingedrukt hou is omdat deze zonder veiligheidspakket draait, waarbij wij dus zelf de veiligheid in acht nemen. We zullen altijd bij de trekker aanwezig moeten zijn, of op de stoel of de knop ingedrukt houden. En daar hebben we het over de groene startknop onder mijn vinger. Ja, een autonome trekker, dat zou voor de toekomst misschien interessant kunnen zijn, mocht mijn vader wegvallen of andere oorzaken. Wat de toekomst gaat brengen natuurlijk, dat weet je natuurlijk nooit. Dan kun ik zelf op een trekker zitten en dan een autonome trekker desnoods of voor mij of achter mij laten rijden of naast mij. Maar dan, die kan dan een vervolg of een voorbewerking doen. Ja, en dan op die manier zou je misschien toch een man kunnen uitsparen. Dus we gaan zien wat het dit de komende weken voor een perspectief gaat brengen en dan laten we dat weer weten. Dat het insturen naar de legde lijn, dat het eventjes tijd kost en dat er best wel een grote bocht in zit. Dit zou in de update zou dat verbeterd moeten zijn en dat hij dan wel naar recht instuurt. Ondertussen hebben we een week ervaring met de autonome trekker. We hebben nu als eerste stap hebben we natuurlijk de lijnen opgenomen met het klepelen. Als tweede bewerking hebben we het perceel kunnen frezen wat hij dan autonoom heeft gedaan. Tot zover dan hetgene wat we dan zelf moesten programmeren en laten uitvoeren. Dat ging op zich best wel redelijk goed, alleen het insturen, indraaien en op tijd op de lijn staan was nog even een punt, maar dat zijn waarschijnlijk wat GPS-instellingen. Dus daar valt nog wel overeen te komen, denk ik. Nu hebben we het tweede perceel ondertussen waar we iets kunnen doen. Ik heb de lijnen aangegeven, wat de veldgrenzen zijn, en daar hebben ze nu een rijplan voor gemaakt. En dan, die zijn we dan nu aan het afrijden eigenlijk. En dan, dan moeten we even kijken hoe dat uitpakt. We hebben de trekker ingesteld dat hij autonoom kan rijden. Dus de druk op start. Dat hij het werk kan beginnen. Als hij nog geen veiligheidspakket heeft, moeten we de knop wel in druk blijven houden. We hebben deze kaart nu vanmorgen ingelezen in de trekker. En dan, deze routekaart is nu gemaakt door GPX. Die hebben alle bochten ingetekend op basis van de lijnen die ik doorgegeven heb aan hen. En
dus de routekaart op gebaseerd. We hebben nu een draaicirkel van een meter of 10. Omdat die slaat nu gewoon elke keer drie, vier werkgangen over. En dan werkt die heel perceel die kant af, gaat nog een keer terug. En dan zal die twee of drie keer doen, denk ik, op die manier.